We hebben nu gezien wat verlies is en dat we niet alleen om mensen kunnen rouwen, maar ook om belangrijke voorwerpen, banen, relaties of onze gezondheid. En we hebben kennis gemaakt met de 5 fasen van rouw van Elizabeth Kubler-Ross en de eerste 2 fasen besproken, ontkenning en boosheid. We gaan nu verder met de 3 andere fasen van rouw. De 3e fase is onderhandelen. In deze hoofdfase gaan we op zoek naar redenen. We proberen te begrijpen waarom iets is gebeurd. We kunnen ons bijvoorbeeld dingen gaan afvragen, zoals: waarom is mijn vriend gestorven? Of: er moet een reden zijn waarom ik ziek ben. Omdat het verlies zo'n grote impact heeft op ons leven, geloven we dat er wel een logisch verklaarbare reden voor moet zijn. Maar de realiteit van het leven is dat dood, ziekte en verlies soms gebeuren. Hoe naar of oneerlijk ook. Zonder reden of zonder logische verklaring. In de onderhandelingsfase ga je vaak veel piekeren en nadenken, maar ook je verhaal delen met anderen. En daarom zijn er 2 dingen die kunnen helpen om met deze fase om te gaan. Orde proberen te scheppen in je terugkerende piekergedachten, bijvoorbeeld met een dagboek of door met iemand dichtbij te praten. En een oefening doen om je gedachten los te laten en er afstand van te nemen, zoals bijvoorbeeld een ademhalings- of aardingsoefening. De 4e fase van rouw is depressie. Deze fase is vaak zeer emotioneel. Je kunt je hulpeloos voelen en overweldigd door emotie. Het is alsof je nu volledig beseft dat je iets of iemand bent verloren die heel belangrijk voor je was. En dat laat begrijpelijkerwijs een hele grote leegte achter. Het kan heel lastig zijn om met zo'n verdriet om te gaan, zeker als je alleen bent. Daarom raden we voor deze fase aan om steun bij anderen te zoeken. En vraag of iemand je op een vast moment belt, bijvoorbeeld, zodat je je verhaal kwijt kunt. Ga wandelen met iemand. Zoek mensen op die hetzelfde hebben meegemaakt. Of praat met een professional. Geef je verdriet de tijd en weet dat je je verlies niet alleen hoeft te dragen. Het delen met anderen helpt om langzaamaan, maar zeker uit de depressiefase te komen. Al deze fases kun je dus op jouw manier ervaren. In welke volgorde dan ook. Door elkaar heen, tegelijkertijd en weer opnieuw. En ze kunnen net zo lang duren als jij ervoor nodig hebt. Uiteindelijk bereiken we allemaal de laatste fase, die van acceptatie. Er komt een punt waarop je je weer een leven kunt voorstellen zonder die belangrijke persoon, of die baan, of dat huisdier, of een dierbaar voorwerp, of een deel van je leven, of je gezondheid. In deze fase komt er meer rust en vrede, hoe gek dat misschien ook klinkt. Je begint weer een toekomst te zien, met nieuwe kansen en plannen te maken voor het nieuwe leven dat je nu leidt. In deze fase ben je meer in staat om met je verlies te leven. Om je te helpen in het acceptatieproces raden we aan om de oefeningen te doen voor reflectie en zelfcompassie. Je kunt bijvoorbeeld een brief schrijven aan je verdrietige zelf uit het verleden of aan degene die je verloren bent. Je kunt ook opschrijven hoe trots of hoe dankbaar je bent dat je deze moeilijke periode bent doorgekomen, of oefenen met andere positieve affirmaties over hoe veerkrachtig je bent.